Maurice Stijn, hoofdtrainer van Ajax. Hoe klinkt dat? Ah, dat klinkt wel heel mooi. Ja. Ik ben er ook heel trots op. Dat je na lang werken en heel veel omzwerving uiteindelijk coach bent geworden bij de grootste club van Nederland. En dat is wel iets om trots op te zijn. Ja, voor velen misschien wel als een verrassing. Hoe was dat voor jou? Nou, het is natuurlijk, het speelt al wat langer. En natuurlijk op het moment dat Ajax zich meldt, dan ben je in eerste instantie ook verrast. Maar ook vooral heel erg, vind je het wel heel erg mooi dat je een van de kandidaten bent om mee te doen om coach van Ajax te worden. En dan gaan die weken voorbij en dan voer je een aantal gesprekken. En dan, dan komt het moment dat je daar dat je uiteindelijk gekozen wordt. En dan, dan is het wel een heel mooi moment geweest. Dat. Kan je ons een beetje meenemen in dat proces, hoe dat gegaan is? Maar, ja, sinds wanneer contact had? Zeker. Ik denk dat ongeveer een week of 5 geleden is geweest toen het eerste contact is gelegd. En toen heb ik uitgebreid met Sven gesproken. En naar aanleiding van dat gesprek is er een vervolggesprek geweest in Amsterdam met toen Jan van Hals erbij, Klaas-Jan Huntelaar, Edwin van der Sar en Sven. En daarna is er nog contact geweest ook over de manier van spelen, speelwijze, et cetera. En ja, afgelopen week is tot een akkoord gekomen. Ja, hoe blij was je toen de kogel echt door de kerk ging? Ja, heel blij, want je weet dat je in de race bent, je weet dat je een van de kandidaten bent. En ja, als uiteindelijk dan de club voor jou kiest na een aantal gesprekken en dat ze overtuigd zijn dat jij de juiste man bent, dan ben je natuurlijk uiteraard heel blij. Wat mogen we verwachten van jou? Wat mogen de supporters van jou verwachten? Wat ze vooral mogen verwachten is een trainer die er alles aan zal doen om succesvol te worden. Hard wil werken met elkaar. Dus we doen het echt met elkaar. Staf, spelers, de hele club. En ja, daar hoort ook bij Ajax hoort de manier van voetballen waarbij resultaten gecombineerd worden met attractief voetbal. En daar zijn we ons van bewust. Ja, sluit het ook aan bij jouw visie? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk altijd kleinere clubs getraind. En daar waar de mogelijkheden waren, altijd geprobeerd op de aanval te spelen. Vanuit de Hollandse school, vanuit de visie 4-3-3. Ik heb ook bij clubs getraind waar ook het realisme heel erg belangrijk was. In mijn periode bij VVV bijvoorbeeld, in de keukenkampioen-divisie destijds, volledig op de aanval gespeeld. Kampioen geworden met een record aantal doelpunten. Ja, als je daarna met het laagste spelersbudget in ieder geval in de eredivisie moet blijven, dan word je arealistisch. Maar het heeft er ook mee te maken dat heel veel ploegen gewoon betere spelers hebben en daardoor ook bijvoorbeeld veel meer balbezit hebben. Nou, dat is nu de omgekeerde situatie. Bij Sparta zijn we daar dit jaar al mee, hebben denk ik ook een goed voorbeeld gegeven hoe we dat kunnen combineren. Ja, en bij Ajax heb je de beste spelers tot je beschikking. Dus daar heb ik heel veel zin in en dat zie ik als een hele mooie uitdaging. Ja, realistisch aanvallend voetbal heb ik ergens gelezen. Omschrijft dat jou misschien het beste wel? Ja, dat denk ik. Ik wil heel graag aanvallend voetbal spelen. En voetbal is uiteindelijk ook gemaakt om het publiek een mooie middag te verzorgen. Maar uiteindelijk gaat het ook om winnen. Dus die combinatie, daar ben je altijd naar op zoek. En ik denk met name afgelopen jaar dat we daar een hele goede balans in gevonden hebben bij Sparta. Bij tijd en wijle attractief voetbal gecombineerd met resultaten. Maar ook realistisch, daar waar het nodig was. Maar nogmaals, ja, je hebt met hele andere spelers te maken. Dus je kunt nog meer je ei kwijt in de manier waarop je over voetbal denkt. Heb jij voorbeelden als trainers? Ik volg heel veel van collega's. En dat gaat van oudsher al, van Gaal tot aan Dick Advocaat, Henk ten Kate. De wat oudere generatie, Co Adriaanse. Veel meegesproken in de periode bijvoorbeeld dat ik bij VVV werkte. Maar ook de nieuwe generatie met Guardiola, Ten Hag, ja, je volgt altijd wel hoe hun ploegen spelen, hoe zij zich presenteren in de pers. En dat zijn wel allemaal mooie voorbeelden van hoe het goed kan gaan. Bij Ajax is natuurlijk ook de jeugdopleiding zeer belangrijk, het inpassen van jeugdspelers. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, je kijkt altijd naar kwaliteit. Kijk, ik heb in het verleden ook veel jonge spelers de kans gegeven. En dat waren dan niet altijd spelers uit de eigen jeugdopleiding, maar ook spelers die we bijvoorbeeld huurden van Manchester City. Maar ja, bij Ajax heb je een onwijs goede opleiding met heel veel talent. En ja, kijk, je ziet nu ook spelers afgelopen jaar die gedebuteerd zijn, waaronder jongens als Hato. Ja, die zijn ook goed genoeg, dus ga je dat opstellen om A, resultaten te halen.
Maar ook vooral om de jeugdopleiding door te laten stromen. Want ja, wat je in eigen huis hebt, dat hoef je niet van ver te halen. Maar nogmaals, uiteindelijk is de kwaliteit wel bepalend. Wat gaan we merken in de eerste beginperiode dat Maurice Steijn aan het roer staat? Hoe ga jij je stempel drukken? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen hoe ik precies mijn stempel ga drukken. Kijk, ik weet dat ik voor een aantal kernwaarden sta. En dat is teamspirit. Dat is zorgen dat er voor de spelers een veilig klimaat gecreëerd wordt. Voor de staf een veilig klimaat gecreëerd wordt. Dat ik spelers in hun kracht wil laten spelen. Het uiterste uit de spelers wil halen. Maar ook het uiterste uit de stafleden en het uiterste uit elkaar halen. Dus ik weet niet of dat een verschil is met mijn voorgangers. Maar dat is wel waar ik voor sta. En dat hoeft niet per se bestempeld te worden, maar dat is wel wat mij een heel goed gevoel geeft. Ja, hoeveel zin heb je erin dat het echt gaat beginnen? Ja, dat is een overbodige vraag eigenlijk. Nee, heel veel zin. Je kan niet wachten om te beginnen, want je hebt nu eindelijk is de kogel door de kerk. En ik ga een paar dagen op vakantie, maar ook tijdens die vakantie, die zal natuurlijk bol staan van al bezig zijn met volgend jaar. En nogmaals, ik kan niet wachten om te beginnen hier.